Nou, dames, dus even kanaal John Wick. Oh, wacht even, wat licht. Sorry, pardon. Nou, wacht even. Ja, ik moet toch wat doen aan die Illuminati. Want het is niet helemaal goed, Illuminati. Naast de Illuminati weer goed. Ik bedoel, de Illumination. Oké. Nou, mensen. Voor de kenners onder ons, die zullen wel het een en ander opvallen. Nou, ik hoop dat als mensen daarin. Ja, mensen die herkennen wat ze herkennen en weten wat ze zien. Dat is. Nou, dat is volle kennis. Fucked up. Ik zeg wel tegen iedereen van nou, als je daar tijd voor wil nemen. En heb je verstand van reptilian kwestie. En in die zin van een aantal kenmerken. Ik moet er wel bij zeggen. Niet alle lizards zijn slecht. Maar, let wel. De meeste wel. Wat ik nu heel veel hoor over Pleiadians en Arcturians en al die andere dingen. Mensen worden door van alles gechanneld. En denken allemaal allerlei sterrenkinderen te zijn. Lieve schatten, voor het merendeel, dat willen jullie niet zijn. Echt niet. Niet. No, no way. Echt niet. En al die anderen zeggen, ja, we worden gechanneld en die is Pleiadian, dit en dat. Eén, Pleiadians houden zich stil. Twee, ik weet niet hoe en of de Pleiadians te vertrouwen zijn. Ik weet wel dat er een troep is die doen zich voor als Pleiadians. Dat zijn in die zin ook grote blonden. En ja, oké, dat zijn ze dus in mijn beleving, of dat van hun weet ik, dat zijn ze zeker niet. En ja, mensen, dat is echt. Die Alien Greys, ik zie plaatjes op het internet van mensen die van Alien Grey die die driehoek maken. Dus die driehoek maakt dat ze zo, hè, maar ik doe nou even één kant van één kant van die driehoek. En zo'n Grey wezen en daarin, jongens, nee, niet. Voor de mensen die denken over worden gechanneld, hoe weet je dat dat wat jou door jou heen gaat, die channeled, hebben ze? Interdimensionale idee passen. Van oh, ik ben een Pleiadian. Oh, ik ben een Mantis. Oh, ik ben een Reptile. Ik kom van Alpha Draconian stelsel. Ik kom van het Orion stelsel. Oh, ik ben een Duitser van de Maan. Of een reptiel uit het midden van de aarde. Of. Nou, die Duitsers van de Maan, technisch gezien, zouden ze als ze hun stamboom bewaren en registraties blijven doen, zouden ze ook wel idee passen hebben, maar dat weet ik niet. Ausweis bitte, of maar Ausweis. Nou, dus lieve schatten, ze zijn zwaar onder invloed. Mensen denken, oh, Alien Grace, die staan onder invloed van Alien Grace. Ik ken er overigens een paar. En ja, het is een beetje ingewikkeld, jongen, mensen. Kijk, er zijn renegades, agenten, dubbelagenten. Trippelagenten. Het is niet echt helemaal duidelijk wie bij wie hoort. En over de whites in die zin, de witte met blauwe ogen, Mantis, Grays. Nou, het is jammer, want in People of Earth, in die serie, kijk even op de kanalen People of Earth, een nieuwe serie, People of Earth. En volgens mij had het 2 seizoenen, meen ik wel te staan. Ja, ik dacht 2. Nou, in ieder geval, leuke serie. Ja, het heeft 2 seizoenen trouwens. Nou, in ieder geval, in die serie zie je duidelijk ook dat je renegades hebt. Nou, afvind. Ik wou dat ik aan mensen kon uitleggen dat het behoorlijk ingewikkeld is geworden. Omdat er ontzettend veel, hè, valse profeten zijn, valse doctrine. New Age, it's going rampant. Echt verschrikkelijk, weet je wel. Al die mensen, helemaal zweverig, helemaal knettergek gestoord. Nu zag ik er ook eentje, die was aan de ene kant, ja, weet ik niet, tegen beleid en tegen alle andere zaken. Aan de andere kant, Kundalini rotzooi. Ook weer. Nee jongens, hè, al die, met die Kundalini, die boren zichzelf recht in de grond. En die zetten zich vast in de grond met een Kundalini rotzooi. Nou, afvind. Dat is moeilijk uit, het loopt van alles rond, mensen. Clones, robotoids, ja, en straks gynoids, droids, alles wat je kan bedenken. Hè? En dat is ook Terminator Machine Oorlog. Dat is Terminator Machine Oorlog, dat komt van Elon Musk. Ondertussen op aarde mensen knettergek geworden. Al die anderen zitten in die slipstream.
van charismatische krankzinnigen die dus duivels aanbidden. Duivelse doctrine. Kijk twee stuks of drie stuks op een rij en ze lijken allemaal op elkaar. En Michel Kat, Lange Frans, hebben contact gehad. En Wouter Raadgever, dat clubje daar. Nou, gewoon die drie. En die Michel Kat en Lange Frans hebben dan contact gehad. En die Michel Kat en die Lange Frans en Wouter Raadgever, bijvoorbeeld apart dan. Die zegt, ja, we zijn, die ene is dan baptist of zo, die hebben zich laten dopen. En zo, hij maakt, wacht even voordoen. Oh, wacht even, pardon. Dus. Nou, oké. Okay. Dan moeten we even zo. Hè? Dus, op dat moment staat, hij krijgt die doop. Dus hij staat, hij doet zo, hè. Hij wordt gedoopt. Hè? Zo, en doet hij zijn handen zo. En dan gaat hij zo, helpen ze hem zo achter. En dan komt, of weet ik veel wat, dus, dan komt hij zo. Dit is die farao-troep, hè. Dus dat is die farao-rotzooi, hè. Met Horus, Osiris, de hele bende, die vuile ook allemaal, hè. Technisch zijn allemaal reptielenkoppen, ja. Dus allemaal reptielenkoppen. Het maakt niet uit of ze er anders uitzien. Als vogels of dergelijke. Ze kunnen zich op allemaal manieren hier projecteren, manifesteren. Shapeshifters. Ja, dus dan ook de shapeshifters wat je dan in de boeken ziet en in de verhalen hoort. Wacht even, wat is mijn handen trouwens. Dus ook die shapeshifters die je in de boeken, in de boeken over hoort. Is vampieren en weerwolven. Allerlei wezens die hier nu via mensen onze realiteit binnenkomen. Of het zijn gewoon überhaupt geen mensen. Ja, en op wat voor wijze dan ook vermommen ze. Schijnbaar begint er wat goed mis te gaan met hun holografische netwerk voor de cloaking devices. Want ze cloaken. Sommigen zijn gevrild. Sommigen zijn gekloakt. Ja, volbloeds komen er dus ook aan. Dus technisch gezien, hè, als we het hebben over de bloedlijnen, over oranjes en dergelijke. Technisch gezien zijn er geen volbloeds op aarde. Nephilim zijn er wel degelijk. Zijn meerdere keren ook reuzen, worden veel reuzen gesignaleerd. Ook in Afghanistan was er eentje. En hebben we ook verhalen over de bunkers. En voor de rest door de geschiedenis heen. Hè? Dat zo hier en daar zie je af en toe zo'n reus de kop opsteken. Maar, ja, de rest allemaal. Het is moeilijk. Want ze zijn zo, zo gehersenspoeld, lieve schatten. Niet normaal. En ik kom er een enkeling tegen. Hè? Een enkeling. En dat zijn dan vaak mensen ook van adel. En die misschien op een of andere manier aan die programmatuur ontsnapt. Weet ik niet. Maar het zijn er heel weinig, lieve schatten. Als je dit begrijpt en weet dat het allemaal in die dualiteit, dus links-rechts, dit zijn geen medische adviezen, maar pro-vax, anti-vax, als je, wat je ook kiest in Nederland, maar weet dat ze allebei krankzinnige hersenspoeld zijn. Door allerlei kanten nieuws, nepnieuws, of het nepnieuws van NPO2 of CNN of alle andere mainstream media komt, of als er psychologische operaties vanuit de mainstream media, hersenspoelen, brainwashing, of dat het komt uit de alternatieve media. Nou, afijn. Ik kan, mensen maken de connectie niet en zitten dus in een loop Tom en Jerry effect alleen maar strijd. Je hoort het ook bij Dennis Spaanstra en Michaela. Ja, we zijn boos en strijd en opstand en verzet en we hebben geen vrijheid en ook die dictatuur. Ze hebben geen idee dat ze jarenlang in een nep situatie hebben geleefd. En dat dit altijd, wisten dit komt. En dat een aantal rond 2012, eind 2013, of eind 2012, pardon. Nou, lekkere barbecue gehad trouwens. Dus zo heb ik nog wat vlees in de pannen gooien, wat over. Ik kreeg een doggybag mee. Ik zeg het niet vaak, maar dus heb je buren lief. En ik word hier, dat weten we. En dan weten de kijkers die wat langer kijken, hè, hoe ik hier geestelijk en lichamelijk erin mishandeld, gemarteld word, pogingen tot. Maar dat het ook een spel is. Hè. Een spel. Het vrijmetselarij straattoneel. En dan gebruiken ze de maatschappij en alles voor. En ze hebben schoven ingenest. Dat even daar gelaten. Ik drijf even af. Sorry. Maar ja, dus gezellige avond gehad. Barbecue met mensen. Nou, afin. En ik was op die barbecue en het is apart.
En ik weet van deze mensen, omdat ze nooit anders zullen kiezen, omdat ze de waarheid en de Heer niet herkennen. Ik voelde me wel een beetje, al die mensen om me heen, ik vond het echt zielig voor ze. Ik denk, oh jeetje zeg. Ik zeg, geen enkele kans dat een van deze mensen niet naar de hel gaat. Nee, misschien zat er eentje bij, maar ik denk het niet. Nee, het is, ja, het is, maar nee. Ja, en dat was ik dus als eentje niet, maar en de rest al zeer zeker wel. Wauw. Dat is insane, want ik weet, mijn buren hebben ernstige problemen met de waarheid te vertellen. Dat lukte nooit. Dus bijna nooit. Ja, nee, bijna nooit niet. Ik bedoel, het lukt hem bijna. Heel af en toe zeggen ze de waarheid. Als ze zeggen hallo. En sommige woordjes daartussendoor. Ja, afvind, ik drijf af. Leuke avond gehad. Vergeef je buren, vergeef je martelaren. En ja, nou. Ja, lieve schat, ik kom er laatst eens uit. Ik heb een beetje apart ook. Heel veel mensen die toch wel kijken. Ik zit niet op de reacties te wachten. Ik vind het alleen fijn als ik ontdek dat mensen de materie snappen. Het gaat niet om mij. En het geheel zien. En ook een beetje snappen wat ik doe. Het is altijd heel apart dat mensen die een hele hoop commentaar hebben. En dat persoonlijk maken. Inhoudelijk natuurlijk nooit ingaan op datgene wat ik uiteenzet. En ik wou even waarschuwen mensen op Facebook ook, jongens. Luister, er zijn mensen die praten mee. En dan zijn ze aan het scannen wat er gebeurd is. En dan via andere wegen, dan merk je dat het bots zijn of operators. Ik ben zo'n bot tegengekomen, of zo iemand. En deed zich dus voor als een, dit zijn geen medische adviezen. Die deed zich voor als antivax, anti-mondkap. Nou, anti-beleid. En ik ben ook anti-beleid. Maar ik ben wel voor zinvolle regels. En de rest moeten we tussendoor laveren. We weten allemaal waarom ze nou de boel laten vieren. En waarom ze nu de predictive program aan het doen zijn. En bij de rest lukt het. Voor de volgende lockdown. Daar kan je vergif op innemen dat die lockdown komt. Ja, dus alsjeblieft mensen. Dit zijn geen medische adviezen, maar praten met iedereen over in alle rust. Veroordeel niet de mensen die kiezen om die vaccin te nemen. Heb het met ze te doen, maar that's it. Want voor ons is dat het teken van het beest. Nou, ik weet er even niks zinnigs voor de rest op door te beduren wat betreft de nep-alien kwestie en wat eraan komt. Nu alles eigenlijk in high gear is wat betreft het disclosure, hè, vind ik, hè, dan persoonlijk, misschien komt er nog wel meer, maar ik zeg nou, het is wel best wel redelijk in high gear rond de disclosure, mensen, dat is ook allemaal, dus let wel goed op, de Amerikanen zeggen, oh ja, we weten niet wat het zijn, ze hebben zelf van die schepen en die tech, dus ze weten niet wat het zijn, en ze weten zelf allemaal allang wat ze gaan doen. En dat was hetzelfde met het ongeluk met die twee torentjes en die vliegtuigen. En een gigantisch mensenhof, gigantisch. En er zijn niet alleen die 3000 hoor. Ik heb laatst getallen gehoord van 30.000. En ook cloned military. Hè? Ik kan allerlei aannames wie ze dan als militair welke eenheden ze gekloond hebben. Maar los van die 3000 waren er meer. Er zijn hele oorlogen uitgevochten, ja, tussen twee fracties die allebei aan de macht wilden komen en blijven. Nogmaals, dat hele spel met dat Trump ging verliezen, ja, die zag ik al aankomen. Ik moet daarbij, in die zin heb ik nooit schaamte voor mensen. Ik heb wel schaamte in die zin omdat ik die data lange tijd heb endorsed, hè, dat ik lange tijd dacht van nou... niet goed genoeg onderzoek gedaan, gewoon erin getrapt in het tovenarij van Trump, Magus, Maga, ja, een hoog tovenaar. En ik ken zijn skills, het is idioot, niet toevallig. Ik had op dat moment voor mezelf persoonlijk nodig om dat even te geloven als houvast. Ik zat toen in een fase van mijn onderzoek en het psychologische spel, hè? Dus met en ik versprak me bijna maar psychologische en ik wou zeggen psychiatrische, ja, dus een psychologisch spel waar dus werkelijk ook, hè, aan gekoppeld zijn vrijmetselaar en van Adel,
hè, psychiaters en psychologen, jesuiten, hè, en of het nou Masons zijn of Rosicrucians of wat voor een club je dan ook. Je hebt iets van 100 occulte gezelschappen. Veel is voor het gemak ondergebracht de Masons. En ja, als je het hebt over CFR of de Illuminati allemaal. Hey, laten we zeggen, die Satans, dat legioen, dat leger van Satan. Het leger van Satan wat in onze kinderen en jongeren is gestopt. Hè, door al die rotzooi Hollywood, alle propaganda, links en rechts. Trump was alleen op de boel op scherp te zetten. Iedereen pro-Trump, tegen Antifa, tegen die linkse gasten. Terwijl ze allemaal krankzinnig hypocriet zijn. En door de tovenarij van Trump, nogmaals, ik had dat op het moment nodig, maar ik heb ervan losgemaakt. Er is mij doorgegeven op dat moment, luister, er is wat mis. En via les en studie, en via bidden ook, en, in mezelf kijken, in die zin in een gebed, in een meditatie, maar niet in een meditatie om in mezelf te keren, maar een meditatie naar de eten, naar de fluisteringen te luisteren. De fluisteringen en ook mijn gevoel zeiden van nou, op dat moment, dit klopt niet. Dat was net voor de periode van Ossenbaard met de Q. Dus net toen dat gelanceerd werd, heb ik mij langzaam, of was ik al los van die spel. Ik wou toen alleen de contacten gebruiken om data door te geven van dat de Coca-Cola, Pepsi-Cola, de Rood-Democraat, of de Rood-Republikein, de Blauw-Sociaal-Democraat, Democraat in Amerika. Hier de tegenstelling, nou die bestaan al helemaal niet. Hè? Nederland op zijn breest. Hè? Dus, nou, ze zijn niet links, ze zijn niet rechts. Ze komen altijd ergens in het midden uit. En ondertussen is het gewoon één groot toneelstuk. Nogmaals, ik heb het meerdere keren gezegd. Ik heb het een en ander aan data. Die data gaat niet om mij of wat er mij is aangedaan. Hè? Aan geestelijk gehouden misbruik. Pogingen doodslag en doofpottenverre, dodelijk geweld op Colombiaan. Ja? En dat maakt niet uit. Ik vergeef mijn martelaren, ik vergeef mijn buren, want dat is door mijn buren is dat gedaan. Daar zijn ze nog niet klaar mee. Want er lopen nog de een en ander zaken tegen die mensen. En dat is niet weg voorlopig. Maar hoe kom ik nou op dit punt? Daarop terug te komen, hou van je buren. En vergeef de martelaren, nogmaals. Wat ik probeer uit te leggen, moeizaam, ik kom nagenoeg niet in contact, alleen heel in contact met allerlei wannabes. En die probeer ik dan zoveel mogelijk de kans te geven om normaal te doen. Maar los van wat contacten die ik nou heb opgenomen op Facebook, en los van wat andere vaste kijkers van John Wick's John Wick's kanaal, deze televisiezender. Want iedereen heeft nou zijn eigen mini-televisiezendertje. Ja. En sommige zijn dan commercieel en sommige worden dan weer gesponsord. Of sommige worden door de AIVD betaald en of weet ik veel, via. En zijn van de kabaal. Nogmaals, jullie worden allemaal voor de gek gehouden, die zogenaamde aliens. Dat zijn ook duivels. Ik wil iedereen een tip geven. Goh, ga even zoeken even in mijn playlist. Er staan een hele hoop losse afleveringen van Tamara. Dan kan je ze makkelijk gewoon ertussen uitpakken in een overzichtelijke lijst. Redelijk overzichtelijk. Ik zeg wel, ga alsjeblieft naar Tamara Magdalena. Desiree, The Lioness of The Jeshua. Of naar Tamara Magdalena, The Lioness of Jeshua 2. The Lioness of Jeshua 2. Ik heb er een hoop aan gehad, omdat luister, die duivel gebruikt, of die duivels zitten aan beide kanten. Hun willen allemaal iemand zijn, allemaal ego. Ik weet hoe ze werken. Nogmaals, als ik mensen uitleg die met die complotdingen bezig zijn, dat ik onder andere, wacht even, ik stond helemaal gek van mijn petje. Dat ik dus van de vrouwmetselaars kom, en weet je, dan moet ik dat, de dingen die ik in die zin ook. Het zou net zo goed kunnen zijn dat die antimetselaar is, in die zin, antimetselaar. Oh nee, wacht even, Phoenix Orde. Ze waren links progressief, dus de Phoenix Orde. Ja, dus vrijmetselaars. Maar antimetselaars zijn ook jesuiten, vrijmetselaars. En anti betekent vervanging van. Oh, daar is de camera. Sorry, ja, ik heb altijd een beetje moeite met het camerapunt. Anti betekent vervanging, niet, in die zin niet tegen. We hebben het gemaakt tot tegen. Ja, de tegenchrist, nee, de antichrist. Letterlijk een vervanging van de ware christ. Yeshua, wat ze dan Jezus Christus noemen.
En de rest zijn allemaal nep, Jezus. Dus ook al die religieuze, ook als iemand als Lange Frans zegt, ik ben een tovenaar en ik ben een dominee. Nou, één, een dominee doet geen rapliedjes maken. Een dominee doet niet satanistische gang signs doen. Hè? Geen satanistische gang signs. Een dominee wil niet bekend zijn. Een dominee laat zich niet gebruiken door de kabal. Oh, We Are Changed. Dat wil ik ook even aanbevelen. We Are Changed. Kijk op YouTube. Hele leuke gozer die de hele wereld over zich reist. Zoals Mita, maar dan het echte verslag en werk doet. Die echt ook werkelijk een klein bedrijfje en een freelance of alternatieve media freelance. Alternatieve media journalist. Geen freelance, maar is alternatieve media journalist. En die verslaat werkelijk over zaken. Die vraagt natuurlijk op Patreon of dingen of zo. Maar dat is geen wereldverbeteraar of wat dan ook. Veel van die mensen wouden ineens journalistje gaan spelen. Hè? Zoals Mita ook, die wou journalist spelen. Hier kom ik even op die demonische scene. Op de demonstraties zien, demonstranten, demonstranten zien. Gestrande demonen zien, demonstranten zien. Ze zijn knettergek gestoord, worden allemaal MK-Ultra, trauma-based, mind control, G4, G5 gestuurd. Huh? Martijn Tinescoop zegt ook, hij zegt, ja, ik voel het gewoon, ik wist dat er iemand erbuiten kwam. En toen stond de Rutte daar. De vorige keer, dat is even tussendoor gewoon, even, de vorige keer ook stond Kaag en Rutte daar. Staat hij daar? Ja, er staat er even twee meter, hij is bijna 2 meter of zo. Ik ben 1,74. En maar voor die mensen dan, hè? Het is een grote indrukwekkende, hè? Het is gewoon voor normale, voor normo's, of voor onze volksvertegenwoordigers, die allemaal die rare dingen niet meemaken, met die junkies en zo. Ja, die gaan wel met andere junkies soms, zoals Hugo de Jonge met Lady Gaga, bloedjunk, omgaat. Maar dat maakt niet uit. Kijk, dat moeten ze aan die zijn allemaal zelf weten. Maar ja, afvin. Jeetje zeg, ik ben even mijn punt kwijt. Ik heb ook eigenlijk geen zin meer. Sorry jongens, ik heb geen zin meer om dit filmpje af te maken. Ik moet even mijn punt kwijt. Ach, godverdamme. Ik moet gaan slapen. Ik ben een beetje moe. Ben je... Nou, ik ben niet helemaal op z'n... Johnny Wick is niet op zijn scherps. Groene get voor de... Oh ja, dat zei ik. Nou weet ik het. Er staat er ineens Martin Tinescoop die er al eerder stond. En die dan heel dreigend overkomt. En taal bezig. Want daarna gelijk begint te schelden en te vloeken. Omdat ze niet even aan zijn... wens voldoen dat ze even dat hij wat vragen mag stellen. Wat denkt hij nou? Ja? Dus alle kennis moet er toch ook wel leggen. Tinus Koops vecht tegen het systeem, weer de wereld verbeteren en snapt niks van de metselaars. Wauw, krijg zinnen. En ik heb hem persoonlijk ook gevraagd, Tinus Koops. Zeg, ben je bereid om aanslagen te plegen als je zin niet krijgt? Hè? Wat zijn die aanslagen? Ga je dan over op harde acties en dingen en zo? Dan ben je bereid aanslagen te plegen? En zeg, ja, dat was hij wel van plan, ja. Tegen de regering en alles. Hè? Met zijn rookbommen bij benzinestation en allemaal andere gekke toestanden. Maar ja. Dat even daar gelaten. Die kwam ik ook op mijn pad tegen. En dan denk ik van ja. Als je gewoon de rest van het volk lekker moeilijk een probleem wil helpen. De één klootzak. Wel, joh, dan moeten de goede onder de slechte lijden. Nou dan moet je Tinus Koops er neerzetten. Ja toch. Nou, ik ken dan toevallig die dossierhouder. Ik ga ook even vragen hoe het kan dat hij nu weer de verkeerde informatie krijgt over mensen. En wat er dan moet gebeuren als het misgaat met zo'n afklappen. Nogmaals mensen, ik ben tegen het beleid. Ik ben tegen onzin. Ik hou er ook niet van als mensen crisis uitbuiten en dan gaan lopen liegen. En als ze actie willen voeren, ja prima. Maar doe dan niet allemaal mensen een zak leeg kloppen of dingen waar je gewoon anders... voor moet sparen of inventief moet zijn en zo, weet je. Het maakt helemaal geen indruk wat dat gaat, die demonstraties. Dus het gaat toch wel door met wat ze doen. Wat ze leuk vinden, en dat heb ik al 100 keer gezegd, maar ik zeg het tegen oren die het horen. Daarom heb ik ook zo weinig kijkers, want de rest denk ik allemaal, oh shit, wil ik niet horen. Die wil ik niet horen. En kunnen het ook niet horen. Nou, afvin. Is dat het hele demonstratiegebeuren zinloos is. Ze zijn MK-Ultra gestuurd. Het werkt dus contraproductief, maar het werkt exact de agenda in de kaart. Dat ze elke keer kunnen zeggen, ja, het zijn een stelletje doorgesnauwde gekken. Ja, wat dat er gaat, hebben ze ook helemaal gelijk. Want we kijken even naar die kopstukken allemaal. Wat voor maffe drugsgebruikers dat zijn. Ja? Dus, dat is toch iets... Hey meneertje. Hey. Dit is meneer Tijgertje. En volgens mij vindt Tijgertje dat ik zo naar bed moet. En ik zelf ook. En, lieve schatten,
Het is een beetje raar gefragmenteerd verhaal, sorry daarvoor. Ik wou het eigenlijk veel meer over aliens en zo hebben, want dat komt eraan. Die aliens zijn demonen. Niet alle lizards zijn slecht. Pleiadians, technisch gezien, zijn niet te vertrouwen. Ze doen dingen en dat is moeilijk te verklaren. Ik ken een andere man via YouTube. Hij dacht ik George Green. En daarvan had ik contact met Pleiadians. En ja, het waren, en ik weet niet, volgens mij had hij meerdere contacten. Maar die heb voor FEMA heb hij een aantal gevangenissen gebouwd die ze gaan gebruiken. Ik ga er later een datalink over sturen. Maar die zei ook, hij zegt van nou, als jij weet waarvoor je ons helpt. Als jij weet waarvoor je ons helpt, dan zou je het nooit doen. En dat hebben ze me ook niet verteld, dat hebben ze wel geholpen. Hij werd achterna gezeten nog, zegt hij, door een schip. Om me aan te helpen herinneren. Ze zeiden dat er niet genoeg tijd was. Nou, dat wil ik niet geloven. Omdat ik geloof dat de tijd is wat we hebben, wat het is. Dat die genoeg is, maar dat we niet precies weten hoe lang die is. Maar dat het goed komt omdat onze Heer dat bepaalt. En ja. Voorlopig zitten we nog oké, mensen. Ik bedoel, hun klagen over dat ze geen dictatuur willen en dat ze hun vrijheid terug willen. Mensen, al zouden ze het beleid stoppen, alles, het wordt nooit meer hetzelfde. Onze maatschappij heeft door hun beleid en door Wereldgezondheidsorganisatie, hun beleid, en dit zijn geen medische adviezen, maar door het beleid is er zoveel trauma veroorzaakt. En daarom hebben ze ook, hè, daarom hebben ze die shock-effect toegebracht voor mensen, ook voor de mensen die aan de andere kant zijn. Die zijn, oké, nou niet. Maar het komt er nu aan, die werden bang, want die hadden ook heel lang gezien met de kampen, de FEMA-kampen en al die andere zaken. He, die hadden heel lang die consultant gekregen. En of ze die kampen kunnen misbruiken en gebruiken, ja, dat zou kunnen, ja. Maar, ja, wat moet je daarop zeggen? Wat moet je op zeggen? Zou het voor hen uitkomen als ze in plain sight... Ja, in die zin, mensen gaan afvoeren. Ja, het kan gebeuren, daar niet van. Echt waar. En voor de rest ook, hè, mensen. Voor iedereen die geen vaccin wil, ja. Dit zijn geen medische adviezen. Maar het moment is niet daar dat ze zeggen van nou, of je pakt die vaccin, of je pakt die guillotine. En dan, hè, dan zeg ik, geef me die guillotine, schiet me door mijn hoofd. Zet me op een elektrische stoel, of wat dan ook. Een gaskamer, geen probleem. Ik neem geen vaccin. Dat is hetzelfde als zeggen van verwerp. Verwerp je maker, verwerp de Heer, verwerp de Heilige Geest, verwerp de Zoon. Ja, dan zeg ik, alsjeblieft, kill me. Hè? Leg me onder die guillotine, stop me in die gaskamer, schiet de kogels door mijn hersenstam en door mijn hart. Ja, double tap graag. En, ja, dat zijn er dan vier. Maar, nee, maar dat daar gelaten. Ja, gelijk. Ik wil al die mensen nog wel eens zien, ja, als dat voor hen staat. Dat ze die keuze hebben. Als ze nou bij een stukje vrijheid... Dit is een stukje vrijheid dat ze kwijt zijn. En ik ga niet ontkennen, het is gigantisch. Ja? En ook met die lockdowns, dat het een zwaar psychologische schade voor zoveel mensen gelijk. Dat ze in één keer een huis niet uit mogen. Of alleen, dit is een zware schade. Hè? Ook inderdaad, ook met de avondklokken vanuit de oorlog. Dat is allemaal bedacht. Dat is allemaal helemaal bedacht. Dat PVV en FVD hadden al lang moeten uitleggen wat de psychologische effecten zijn en de schade is. Dat het doelbewust wordt gedaan. Dat het geen zin heeft om wat voor soort zaken in discussie te gaan. De mazzel die we hadden is dat gelukkig zoveel nep-religieuze christenen, dus de nep-christenen, de religieuze, dat die nep-christenen zeggen wij mogen geen vaccins. Daar moet je blij om wezen. Dus al aanbidden die nep-christenen Satan, ja... Al aanbidden ze Satan, die nep-christenen dus, en al die weet ik veel wat ze allemaal noemen, die duivels van hun, dat zijn, ik kom er niet meer uit, dus ze hebben ook al andere namen, helemaal niet goed van. Met een Horus, met een Osiris, met een hele antichristrommel, met wat dan ook, Baal, Baphomet, weet je wel, Saturn, Moloch, all the same, ja, Cube Worship, ze zijn Cubus, ja. Lieve schat, dat komt trouwens allemaal nep, allemaal gelogen, allemaal bullshit. Het zijn allemaal toneelspelers. Ik zeg nu even tegen de complotmensen onderzoekers zien. Ik ga mensen, vergeef mij, mea culpa. Ik heb het meegegaan heel veel in wappies en flappies en denigrerende taal. En ik zou er af en toe nog wat uitwappen en flappen. Dat het wappies en flappies zijn. Maar dan flap ik het eruit over die wappies.
Maar ik voel me er niet oké bij. Dan moet ik mezelf ook aanspreken en strenger voor mezelf zijn en liever voor die mensen. De complotdenkers en de mensen die doorschieten door mis- en dis- het schuim om mijn bek. Mis- en disinformatie. Hè? Dus de mensen die doorschieten in nieuws. Kijk, nogmaals, het is oké als je in God gelooft. En alles eromheen. Dat mag je uitspreken, je gelooft in God. Er staan allemaal dingen. Nou, dat zijn Bijbelse metaforen of het zijn regels. Nou, de regels zeggen: leugenaars branden in de hel. Hè? En het is aan God. Het is oké als je in Sinterklaas gelooft. Als je echt denkt dat iemand dat Sinterklaas die cadeautjes in je schoen hebt gestopt. Dat mag je gewoon. Nou, we mogen het niet echt meer vieren of zo. En ik vind ook dan: geef het maar gewoon weg. Joh. Dan denk je: oké, hou onze tradities maar. Onze herinneringen zijn goed genoeg. De leuke herinneringen in Sinterklaas zijn goed genoeg. Hou die Sinterklaas. Daar gaan we niet meer moeilijk over doen, toch? Volgend jaar. Zullen we dat vragen aan FVD? Dat FVD volgend jaar zegt, weet je wat? Wil iedereen oproepen of paaseieren te gaan zoeken of iets anders met Sinterklaas. Hè? Misschien maken we ook op Sinterklaas Pasen. Weet ik niet. Misschien verhuizen we dan de verjaardag van Sinterklaas naar de 25e. Ja, dan wordt de 25e verjaardag van Sinterklaas, maar dan wordt het toch de verjaardag van Satan, Saturnus, Santa Claus. Ja, en dan doen we Jezus in de lente ergens. Zo. Zijn verjaardag vieren. En dan doen we eigenlijk geen Sinterklaas meer, maar dan op Kerstmis. Dat lijkt me een plan. Maar ja, als ze dat niet meer leuk vinden allemaal, ja, dan niet. Want ze willen alles afvinden, daar gelaten. Dus ik hoop dat de FVD er volgend jaar wat volwassen mee omgaat. Want zo moet je ze ook behandelen. Kijk, die linkse rakkers, dat is, die linkse rakkers zijn net zoals je hebt drie kinderen. En je gaat met je vrouw ga je naar de bioscoop. En dat ene kind, die wil dat per se die ene film kijken, is er niemand wil hem kijken. En dat ene kind begint zo'n stennis te maken, dat je bijna moet gaan kiezen om naar huis te gaan. Hè? Of dan naar die film te gaan en een andere film te kijken die iedereen wil zien. En dan ook weer de troep over me heen krijgen. En nou, je vrouw ook en alle kinderen ook. Hè? Allemaal ruzietoestanden in het gezin. Want dat ene kind moet per se die film kijken. Nou, dat is dan het dilemma. Wat moet je doen? Je gaat met het kind die film in. En dan hoor je de hele tijd gezeurd dat het niet de film is die dat kind wil zien. Maar hij is de enige die dan die film wil zien. Moet de rest allemaal, hè? Nou, oké. Of je gaat naar huis, kun je daar het gezeur horen. Dat er bij de film weg zijn gegaan en geen één film gekeken is. Nou, dan krijg je die andere kinderen ook de gezeur over je heen. En hè, met de vrouw ook weer toestanden. Hè? Of je zegt tegen je vrouw, nou, beslissen we zo. Hè? En zie dat nou met het hele Sinterklaas gebeuren in die linkse rakkers. Hè? Dus dat ene kind wat dan alles bepaalt en dat dan je voor een dilemma stelt. Van, nou, hoe moet je dat nou oplossen? Naar huis gaan, het gezeur aan horen van alle kinderen en van het ene kind. Naar de film gaan die iedereen wil zien. En dan verpest dat ene kind voor iedereen de film. Nou, dan moet je het zo doen. En dan zeg je tegen dat ene kind die de hele boel bepaalt en heel dominant is. Oké, nou dan gaan we allemaal naar de film die jij graag wil zien. Dan heb je het voor iedereen verpest. En je gaat hem zeer zeker afkijken, die film. En wij ook. Ja, nou hebben we allemaal een leuke middag. Dus niet, dankjewel omdat jij die stomme film in je eentje wil zien. De rest van de familie wil wat anders zien. Hè? In die zin. Nou, hè, als dat kind dan elke keer dominant is. Nou, zo moet je dat oplossen. Zo hebben ze dat ook niet opgelost met die Sinterklaas toestand. In Amerika hadden ze George Floyd ervoor nodig. En die had betaald met monopoliegeld. En die kon niet ademen, want het te veel methamfetamine en fentanyl uit een overdosis. En zegt, I can't breathe. Nogmaals, als een knie van een politieman bij een arrestatie, als je die luchtpijp dichtdrukt, ja, dan kan je niet meer praten. Ja, en dan ben je snel gestikt. Ja, dan heb je eerst geen zuurstof meer. Ja, en dan hè, dat kan je niet. Hè, zoals ze deden voorkomen, is dat hij met zijn volle gewicht op zijn nek, op zijn strot zat. Niet. En kijk ook over de hele wereld ook. Hè, kijk dat arrestaties door special forces en andere zaken. Door Russische diensten, hè, als je daar speciale politie of special forces of andere zaken hebt, Navy SEALs, hoe heet die ook alweer van de Russen ook alweer, Alpha groepen, dacht ik, Spetsnaz. Nou, afin. Als je kijkt hoe hard en grof die arrestaties gaan, ik ben een kleine man, ik ben 1,74. En ik kan wel wat hebben. Maar nogmaals. Hè, ik heb ook gehad echt politieagent van 120 kilo. Echt een beest van een gast, jongen.
Ja, ik had het wel moeilijk, maar ja, je steekt niet zomaar, niet. Dus nogmaals, George Floyd, die hadden ze nodig om daar die rassenrellen aan te steken. We hebben ook en mensen hebben niet op zitten letten, hè, van Fidera ook niet. Even daarop inhaken, sorry, een beetje op de hak op de tak ga. Er was op een gegeven moment dat ze mensen een wijk ingejaagd hebben, de politie, en er lagen allemaal stapels met stenen. Toen zei nog die Marjon, die zakhamster van Tinus Koops, hey, we hebben bakstenen, ja. Die waren daar neergezet, die bakstenen. Raad eens door wie? Ja, door de vrijmetselaars. Die hadden gedacht, oh, in die wijk gaan we ze nu allemaal op één drijven. Toen heb Tinus Koops, heb die Marjon nog de hele tijd uit zitten schelden. Die liep er helemaal de huid vol te schelden. En op een gegeven moment lopen ze zo, en dan werd er gefilmd. Ze zeggen: hé, met mijn bakstenen. Ze hadden hele stapels vrij bakstenen, zomaar daarmee in die wijk. Als ik een film terugdraaide, zou ik bijna zeggen dat er geen eens gebouwd werd. Hadden ze bij George Floyd bij die rellen ook gedaan. Gewoon het faciliteren van orde uit chaos. Nou, daar hadden ze in Amerika hadden ze daar George Floyd voor nodig. En in Nederland hadden ze daar Zwarte Piet voor nodig. Alleen George Floyd had betaald met nepgeld en zijn laatste prestatie was een gun van een pistool op de buik van een vrouw, zwangere vrouw zetten en met vijf van die grote gangsters, van die vijf grote zwarte gangsters, negers er naar binnen lopen. Oké, dat was dus om de rassenrellen dan aan te steken. En dan zeg je, ja, je hebt zwarte mensen en je hebt witte mensen. En die zwarte mensen die worden tekort gedaan en vermoord door de politie en allemaal andere zaken. En dan, nee, dat was George Floyd. Dat was een gangster en een junkie en het maakt niet uit. Want welke kleur dan ook, als je een goede politieagent hebt. Little Wayne was in zijn borst geschoten op een feest. Er was een gat in zijn borst, iedereen pakte zijn spullen, iedereen ging er vandoor. Die werd gered door een witte politieagent. Hij zegt, je moet me niet aankomen met kleur of met racisme, discriminatie, rassendiscriminatie. Hij zegt, ik zie geen kleur, ik ben gered door een witte politieagent. Want als er maatjes op dat feest die renden weg. Met dus een gat in zijn borst, dat was een gunshot. Dus, afvind. Mensen, het verdelen heerst ook die hele rassenkwestie ook. Wat tenminste mij vaak te oren komt, en wat ik ook terug heb gezien in mijn studie, is dat is meer de alien grace, brengen die leugens. De alien grace zijn verschrikkelijke leugenaars. Hè? Die zijn meester in verdeeldheid, de meester in leugens. Reptilians, die zijn heel goed met tech, AI en surveillance. Ja, de alien grace bring the lies. En de reptilians brengen de AI, de AI. Dus nogmaals, lieve schatten, bereik je op vorm en op allerlei manieren. Kom uit die strijd, kom uit die dualiteit. De overheid gaat niet stoppen met wat ze doen. Als wij als Nederlanders, als mensen, als volk, als wij een indruk willen maken, nogmaals, ik daag erin ook uit de neppe, gecontroleerde oppositie demonstraties zien. Lieve schatten, echte burgers van Nederland, oh dat is de camera, heel veel aankijken. Lieve schatten, die lui zijn nep. Jullie verdoen je energie met jullie gele parapluutjes en al jullie leuke dingetjes, ja. Dat ga je niet meer redden. Al die centen die je kwijt zijn en al die reisjes en al die andere zaken en al die spullen omheen. Had daar meel van gekocht en goud en zilver van gekocht. En had daar wat je ook nodig hebt. Ja, er moet waarschijnlijk heel wat shielding komen, want mogelijk EMP, stroomuitvallen en allerlei andere zaken. Nou, afijn, dat daar gelaten. Dus iedereen loopt te driften op iets wat ze nooit gaan tegenhouden. Nogmaals, dit gaat om triljoenen per continent. Het gaat om wie als eerste zijn maatschappij volledig of zoveel mogelijk aan het internet heeft opgehangen. De internet of all things. Waarom zegt Klaus Schwab nogmaals? In 2030 is iedereen gelukkig, heeft niemand meer bezit. Die zijn dan, nagenoeg, zoals ik het hoop goed te kunnen doen, omschrijven. In hun 5D-wereld, in hun 5G, 5D-wereld, in een andere vibratie. Die lopen zo direct door een helipoort heen. Ik weet niet hoe en wat en wanneer ze daarna opgehaald worden of gehijacked worden. Hè, of dat hun gekopieerde bewustzijn gebruikt wordt om daar eeuwige energie uit te onttrekken. Ja, in die zin, hun ziel, hun energie niet bij de liefde, niet bij de waarheid van de vader, in de eeuwigheid, de zoetheid, maar in een freaky 5D-wereld waar ze allemaal klaar voor zijn. Ik zie zoveel mensen zwaar onder invloed van aliens, ze hebben het niet door. En dat is het idioot. Die mensen denken dus dat ze menselijk zijn. Oh, nee, pardon, ik corrigeer. Die mensen zijn dus menselijk, echt niet zoals mij, want al zit ik in een mensenpak, maar die zijn echt menselijk. En die willen dan iets
interdimensional buiten aard zijn. Interdimensional. Ja, ze zijn wel buiten van daar buiten deze aarde, extraterrestrials. Ze komen van een andere planeet, ja, terrestrials. Maar ze komen niet uit deze dimensie, in die zin vibratie, dit universum. Ook niet in die zin dit niet het melkwegstelsel, niet het stelsel, niet het universum. Ze hebben een aantal boel, het is bezit van een aantal zaken genomen. Maar er zijn meerdere kweekprojecten, meerdere kweekgronden en universum, universa. Hè? Dus meerdere dimensies, meerdere tijdlijnen, meerdere galaxies, ja, meerdere universum, universa, de multiverse, de omniverse. Ja? Dat zijn allemaal bubbels. En niet elke is geschikt en weinige zijn geschikt. Het is spaarzaam hoe die uitgezaaid zijn die de condities van zogenaamd leven kunnen, hè, waar dat zich in kan manifesteren. En dus die entropie. Hè, dus alles vergaat en het is energie. En van het een komt het ander en van het ander komt het een. En het gaat altijd rond en rond en rond en rond en rond en rond. Nou, onze energie is eeuwig. Maar ik zie nu mensen ook met spirit guides, spirit animals, kundalini rotzooi, new age, gefrieken gedoe. Boeddhisme, nep-christen, religieuze toestanden. Ook en de hersenspoelen joden, de hersenspoelen moslims. Allemaal religiebasis. Hè. Albert Pike zei het ook. Albert Pike aan Banzini, dacht ik dat die naam een goed mens herinneren. Banzini of zo. Die zegt, we gaan ze allemaal tegen elkaar opzetten. We gaan ze gebruiken om elkaar uit te moorden. Middels die religie dus. Dus daarom is dus religie fout. Dan zeggen we ook, alle religieuze vormingen en uitingen met hun afgoden is Anunnaki geconstrueerd. Waar wij dus rekening mee moeten houden. Ik weet het van mezelf ook. Dat wat wij meegemaken aan attacks. Het enige wat ik weet is dat ze nep zijn. Georganiseerd zijn voor en door de aarde. Om onze vijand. Onze bezetter zelf binnen te laten. Je hoort een hele hoop mensen met allerlei speculatie. Over de kabal. Over het syndicaat. Over het netwerk. En al die namen. Ik word er niet goed van ook. Ik daarin ook. Bij verder onderzoek en bij wat mensen zouden kunnen zeggen, dat zijn een aantal aannames. Ja, ik kan dan herleiden dat ik van Phoenix Orde, vrijmetselaars, Jesuit traint, satanistische, een Illuminati gezin. Maar dan zeg je Illuminati, omdat ze natuurlijk die all-seeing eye gebruiken, maar is dat een van de onderdelen, hè? Alle clubjes en groepjes en dingen. Jongens, ook iedereen, alsjeblieft. Ik snap dat je het heel interessant vindt om erover uit te wijnen. Maar dat zijn allemaal details en dingen. Er zijn zoveel occulte gezelschappen. Ja, van die en die. Maar van die en die. Ja, van die en die, weet je. Ik kende ze ook van Skull and Bones. Hè? Dus die aanhanger waren van Skull and Bones. Hè, in die zin. Maar wat toen ook. Hè? Ook weer aanhanger van Skull and Bones. Republikein. Maar het waren dan toch progressieven. Hè? Maar die vonden op dat moment dat beleid wel oké. Dus allemaal hypocriet. Gaan we ook terug naar... waar het startte, tenminste waar de wereld veranderde na de Irak-oorlog. Waarin ze zo zichtbaar veranderde. Afijn. En daarmee alle ongeluk met de torens, wat geen ongeluk was. De mass human sacrifice. Jongens, ook Srebrenica, ook MH17. Allemaal gewoon human sacrifice. Ja. Er waren laatst wat interessante berichten over... over de Titanic, wat daar nou precies wel of niet gebeurd was. Maar dan moet ik nog wat onderzoek aan doen, maar dat doe ik niet specifiek. Maar ik hoop dat ik er later op terug kan komen. Afem. Voor alle nieuwe kijkers, ik heb heel weinig nieuwe kijkers, maar dank jullie wel. Het stagneert een beetje. Ene thee Uilenspiegel. Thijs volgens mij Uilenspiegel, of wat dan ook. Dankjewel, jongeman, voor al je reacties. Ook Renef, waar ik ook even shout-out naar Renef en Thij Uilenspiegel. En Conspiracy ook, waar ik altijd hele vriendelijke, leuke reacties van heb. Heren, het gaat jullie goed. En ik dank jullie. Jullie hoeven mij niet bedanken. Ik heb nog niks gedaan op aarde, lieve schat. Nog niks. Maar ik heb wel... het lukt me goed, mensen. Ze haten me. En ze vinden me irritant omdat ik zo vaak gelijk heb. En ik val niet te ontkennen. En, oké. Dus, en niet om ik.
Maar omdat de Heilige Geest me stuurt en ik goede dingen doe. Ik ben een hele luie. En daar moet ik aan werken. Dat is een van mijn zonden waar ik heel veel problemen mee heb. Ik ben een luie Colombiaan. Ik moet harder voor mezelf doen. En beter mijn best doen voor jullie. En dan bedoel ik, hè, in het land een prachtige mooie Adams en Eva's. En alle lieve mensen die niet die leugens verdienen van een stelletje rotzakken met een valse doctrine, met een nepperij en allemaal. Want waar ik als Timo Schmid ontzettend allergisch voor ben, en de Almachtige hier ook, is dat leugenaars. Ja, want wat was dat? Hè? Was het niet de eerste leugen? Van wie kwam die? Ja? Hè? En de eerste die trots werd. Pride, trots. Nou. Ik ben alleen trots op de machtige Heer, omdat hij de machtige zoon heeft gegeven om daar hier zijn bloed op aarde te vergieten en de val neer te zetten voor de neppers, zodat ze het weer konden herhalen.